Rond 1360 heeft de hertog van Gelder hier een bijeenkomst gehad met de lokale notabelen en de aanjemmingen of nacht. Er zijn overleveringen van, dus daar heeft hij iets gestaan. Wat het precies was, weet je. Maar ja, slecht onderhouden pand, namelijk leuk en wat dan. Het heeft van 1975 geduurd voordat er voldoende geld bij elkaar was gesprokkeld aan te beginnen aan de restauratie. Die is toen gestart, heeft ongeveer 6 jaar geduurd. Dan zijn er 2 hoogjes, nog meer variabelen. En de keuken was natuurlijk een hele belangrijke plaats. Het was er warm, er was altijd eten, er was altijd wat te drinken. Kortom, de plaats to be, de place to be. U ziet daar een fornuis staan, dat is uiteraard van een latere datum. Dat is niet van de herbouw in 1543. Maar dit is aangekocht door de laatste mevrouw van Isidore die uiteindelijk failliet is gegaan. Zij heeft dit gekocht van het weeshuis in Zwolle. Maar het was zo zwaar en zo groot dat het niet in één keer hier naar binnen gebracht kon worden. Dus het is stukken gezaagd en hier weer aan elkaar geplakt. Ja. Bij de veiling rond 1880 is alles verkocht, ook het servies. Maar de veilingpapieren zijn bewaard gebleven. Uit de Kalmbuur. Dus men is geld gaan inzamelen, nou het duurt dan even. En uiteindelijk heeft men het servies terug kunnen kopen. En kunnen we het heden ten dagen weer laten zien. We hebben nog 10 van die stoelen, ze zijn origineel. We zijn blij dat we ze nog kunnen laten zien. Het is de voorloper van het bidet. Oh, helemaal beneden aan voorin zit een opening, kun je afstoppen. Maar Maarten van Rossum is overleden 1555. Dus de beste man was al 200 jaar dood. Ja, een soortgelijk verhaal over het schilderij daar. Dat schilderij geeft weer de zus van Maarten van Rossum. En haar overleden echtgenoot. Schilderijen, kasten, de wereld van die stoelen die hij ook in de bedkamer heeft gezien. Daarachter ligt een kamertje waar de dames eventueel konden converseren, koffie drinken, chocolade drinken. Dat is helemaal gerestaureerd, de wandbekleding. Dit is in de kelder geworden. Hier hebben we het kasteel. Mensen op het buiten af niks van te zien. Hartstikke mooi. Na 10 jaar is het iets minder plezierig. Na 100 jaar steek je de tent uit en uiteindelijk zijn ze allemaal buiten gebruik gesteld. Het was alleen maar een valpartij. Dit is wel hartstikke mooi. Staan, hoor. Ja, het is misschien wel prettig. Kijk naar het plafond, dan ziet u dat hoge draagbalken. Die zijn wel mooier versierd als de kamer hier beneden. De steunpunten waar zij op rusten, de balk die uit de muur steken, die zijn van voren van een mooi profiel voorzien. Kruisverbanden daar, dus kennelijk was deze ruimte iets belangrijker of voor iets belangrijkere personen. Meestal. Mooi uitzicht op het voorterrein. Menig student zou blij zijn met zo'n kamer. Ja, dat zou het zijn. Ja. Nee, zie je ook een ruitje zitten waardoor je naar buiten kunt. Maar dat is voor mensen die geen hoop te vullen. Als je op het jaar van de ja. Nee, goed, dat even over de eiwaren. Met de zwarte ronddraaiende trap naar beneden, net zo lang tot u op de eerste etage. Hier rechtsaf. Goed, we gaan even door naar die ruimte. En zo zijn we. Komkamer van Delos Blauw en Porselein.
komt hij. Ik hoop dat u plezier en tijd heeft gehad.